Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik jullie gaan laten zien hoe je voor het energieverbruik een prijs kan gaan berekenen. En voor deze flow heb je twee nummervariabelen nodig. Dus die kan je alvast aan gaan maken. Dat kan je doen door in de Homey app naar tabblad meer te gaan. En vervolgens ga je naar logica. Als je dan op het plusje rechtsboven in de hoek tikt, dan kan je een variabele aanmaken. En voeg dan twee nummervariabelen toe. De eerste variabele, daar vul je bij de waarde de prijs in die jouw energieleverancier rekent voor 1 kWh. Dat zal ongeveer liggen tussen de 0,20 en de 0,25 cent. Maar dat moet je eventjes opzoeken. Ik gebruik in dit voorbeeld 0,23 cent. En als je die variabelen gemaakt hebt, dan maak je er nog eentje aan. Ook weer een nummervariabele. Alleen daar vul je bij de waarde 0 in. En dan sla je hem op. We vullen 0 in, omdat je hem anders niet kan opslaan. En die variabele die gaat straks toch veranderen, omdat we daar de prijs in gaan zetten. Als je dat gedaan hebt, dan kunnen we verder in de Flow Editor. Dus laten we er snel heen gaan. Oké. We zijn nu in de Flow Editor en ik ga de flow erbij pakken die ik alvast voorbereid had. En dat is deze flow. We zien hier in de als kolom zien we een tijdskaart staan en daar staat een tijd in van 23:59. Dus hij zal elke dag om 23:59 de prijs gaan berekenen en mijn berichtje gaan sturen. Gaan we door naar de dan-kolom. En in de dan-kolom zie je drie kaarten. De eerste kaart is een logica kaart, bereken numerieke variabelen. Met deze kaart gaan we de prijs berekenen. In de tweede kaart zie je weer een bereken numerieke variabelen kaart, alleen hier gaan we de prijs afronden. We ronden de prijs af omdat in de eerste kaart waar we de prijs gaan berekenen, daar krijg je meerdere cijfers achter de komma. Dat is natuurlijk voor een prijs niet echt handig. En Homey vindt het ook niet zo prettig. Dus we gaan het netjes afronden. En in de laatste en derde kaart, daar zie je een mobiele kaart. En daarmee gaan we een berichtje versturen. Oké, laten we naar de eerste kaart gaan kijken. En dan zie je hier bij Search zie je net op prijs staan. Dat kan ik eventjes weghalen, dat is waarschijnlijk niet voor jou leeg. Dus ik haal het nu eventjes weg. Wilde je het doen? Hier staan alle teksten die je gemaakt hebt wat een numerieke variabele is. Zoek dan eventjes de tag op die jij wil gebruiken om de netto prijs neer te zetten. Ik gebruik daar netto prijs voor. En dan gaan we door naar het tekstvak. En in het tekstvak gaan we een berekening zetten. En dat is de volgende berekening. Je begint met twee keer een accolade openen. Vervolgens voeg je de tag toe om van je energiemeter die het netto gebruik aangeeft. Gevolgd door een sterretje en dan de tag energieprijs. En dan sluit je af met twee accolades sluiten. Mocht je nog niet weten hoe je die tekst hier invoegt, kijk dan even op mijn YouTube kanaal. Daar vind je een video hoe je dat kan doen. Dus weet je dat nog niet en heb je die video nog niet gezien, doe dat dan eventjes. Dan gaan wij ondertussen vast verder met het maken van deze flow. Het delay hoeft in deze kaart niet aan. Dus die zet ik uit. En dan gaan we door naar de volgende kaart. En dat is de kaart waar we mee gaan afronden. Ja, kom maar. Oké, we hebben hier de kaart waar we mee kunnen afronden. Bij Search vul je weer de netto prijs tag in, omdat daar de berekende prijs in staat. En die willen we natuurlijk gaan afronden. Bij tekst begin je met twee accolades openen. En vervolgens tik je de tekst round met een kleine R, gevolgd door een haakje openen.
Dan voeg je de tag netto prijs toe en daarachter zet je 0,2. Dan sluit je hem af met een haakje en twee accolades sluiten. Nu zal die netjes de netto prijs met twee cijfers achter de komma weer gaan geven. Op deze kaart zetten we wel een delay en ik heb een delay van 2 seconden hier opgezet, zodat hij eerst rustig de prijs kan gaan berekenen en dat hij na 2 seconden dan ook de prijs kan gaan afronden. Dan gaan we door naar de laatste kaart en dat is de mobiele kaart. En in de mobiel kaart, daar vul je in het eerste vakje, dan selecteer je de gebruiker die het berichtje moet krijgen. En bij het tekstvak kan je alle tekst neerzetten die je zelf wil. Voeg alleen de tag netto prijs toe. Dan zal Homey netjes de prijs in jouw berichtje weergeven. En op deze kaart vullen we ook een delay. En ik heb 4 seconden ingevuld, het zou eventueel ook 3 kunnen, maar 4 vond ik wel netjes. Zo maak je dus een flow om de energieprijs te berekenen. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Mocht je een vraag hebben, laat ze even hier achter in de reacties. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes. En vergeet dan ook niet het belletje aan te klikken. Dan krijg je elke keer een berichtje als ik weer een nieuwe video post. En dan mis je geen enkele video. Ik zie jullie graag weer bij een nieuwe video.